Sierra, X-ray Golf Sierra, ready at runway 29er, departing straight out. Eli, I play, no? Yeah, man. Kaboom. So, hallo mensen, van harte welkom in Suriname. We are in Suriname. This review will be in Dutch and in English because, you know, this is as well for my Suriname people. Microsoft Flight Simulator 2020 is uitgekomen en Suriname is natuurlijk ook aanwezig in deze simulator. En we gaan even kijken hoe Suriname eruit ziet. In deze nieuwe simulator. Het is geen game, het is een simulator. It's not a game, it's a simulator, of course. We zitten in de 152, de Cessna 152. Is nog de enige met analoge meters. Vind ik wel zo mooi. Ja, het is echt een vliegtuig, hè. Dus we gaan hem starten en dan gaan we eventjes zorg en hoop verkennen. We gaan eventjes bij de brandweer kijken en de toren. En dan maken we een rondje en dan gaan we naar de startbaan. En dan gaan we opstijgen en dan gaan we Suriname even bekijken. Even over Meerzorg vliegen. En dan over Leonsberg, Marienburg, daar zo die kant. Dan vliegen we zo over Quarta. Vliegen we dan terug. Vliegen we even richting Sanderij. En dan komen we weer terug naar Zorg en Hoop. Dus we gaan gewoon eventjes een sightseeing doen van Paramaribo. Oké, zijn jullie er klaar voor? Oké, laten we starten. Ik zie dat er hier een auto staat op de baan. Even kijken of we er langs kunnen, hoor. Even kijken wat ze aan het doen zijn op de baan. Ja, dit vliegveld is nog niet zoals het moet zijn. Ik vind mijn eigen uitvoering in X-Plane, ja, klinkt misschien een beetje arrogant of zo, maar die ziet er beter uit. Die heeft wat meer vliegtuigen en hangars. En Blue Wing is blauw, weet je. En dit is een stukje zandgedeelte dat er nog steeds is, jammer genoeg. Nooit opgedate. Sinds mijn jeugd is het zo dat hier altijd een modderpoel wordt als het regenachtig is. Grasvelden. Vliegtuigen zoals hier zo bij CARICOM problemen, zie je met dit gedeelte hier zo. En er is ook geen hek. En ik zie de brandweer ook niet. Dat zou Witte Lotus moeten zijn, ik ken dat gebouw niet, hoor, ik zeg je eerlijk. Dat gebouw daar, ja. Misschien is het een nieuw gebouw dat ik nog niet heb gezien. Maar dit is dus het gedeelte bij Blue Wing. Dit is Airport Zorg en Hoop, where I as well worked when I was young. For the period of about 1 year. And then I went to Kwamala Zamutu. Deze hangars, ja. Ik zie geen Gummer. Ja, Gummer is. Misschien is dat het gebouw van Gummer. Daar zo. Dus, oh ja, die zwarte doos daar. Of is dat het leger? De baan is wel precies zoals het moet zijn. Ik denk dat dit Gummer is. Oh ja, hij Gummer, ja, naar Gummer, ja. Gummer! Hey, Jimmy Falka! Hi Jim, doe naar Captain Puck. Huh? Ja, het klopt niet helemaal, al die hangars, maar dit is een future look op onze Airport Zorg en Hoop.
is 4 uur in de middag, het is 4 o'clock in the afternoon. Dat is de Doekieweg daarachter. Er moet ook een muur omheen. Het klopt niet helemaal, oké? Hij is nog in aanbouw. Dus je moet Microsoft nog even geven. Of misschien dat onze vrienden Miranda, die ook de scenery toen heeft gemaakt voor FSX. Zijn jullie er klaar voor? Are you ready? Okay, let's give her one flip. There we go. Dat de Amstijn, Quarantijnstraat. Kopenamenstraat. Kollerich School. Atheneum zijn we net voorbij gevlogen. En dit is Zorgen ook. We zouden eerst richting Kommerwijnen gaan. Hier hebben we de Surinamebrug. Shell en dus olieopslag. Staatsolie. En dit is Meerzorg. Flying to Meerzorg. Nou. Daar heb ik een compleet vliegveld gebouwd, hè? Internationaal vliegveld. Ja, die is natuurlijk niet in dit spel. Meer zorg. Hier komt het oude veer altijd aan, weet je dat nog? En zo vliegen we dus zeg maar richting... Hoe heet het ook alweer? Ik vergeet hoe dat heet daar zo. Maar dat is ook in Kommerwijnen. Het heeft een Nederlandse naam. Ik ben even vergeten hoe het heet. Dit is aan de nieuwe projects. Tower Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra frequency change. Deze brug kennen jullie toch? Paramaribo Center Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is type Cessna 152 4 miles east of Sword and Hoop 1200 feet. Request clearance to transition Bravo airspace. Hier komen we ook boven het huis van mijn. Hier komen we langs het huis van mijn grote van mijn schoonouders. De ouders van Suriname. Hoe heet het hier ook alweer? Cleared through the Bravo airspace, Cessna X-ray Golf Sierra. Jongen, vergeet van de Maikaat, ja jongen. I forgot the name of this village. But this is all Kommerwijnen. And here you have a dock. And right across the parents of my ex-girlfriend lives. Dit is de huis. Zo ja, het is
It's looking very good. I see that they've been building. Here is the house. Het huis van je ouders, Sulina. Vliegen we naar boven. Okay, so now we're coming at Marienburg, and here we have so much tradition. There's a complete new village there. Let me take a look at it. I never saw it. Mooi zijn als ik wat extra airports kon bouwen in deze simulator. Gewoon niet bestaande, weet je. Vind ik wel leuk. Want er is zoveel ruimte om te bouwen. By the way, we're filming with the Samsung S8. With the E-RAM. I hope it's all good. It's all looking good. Ik wou dit gedeelte even kennen. Dat heb ik nooit gezien. Ik weet niet eens waar hier is. Dit ligt achter Marienburg. Kijk nou joh. Oh, wat mooi. Even inzoomen. Wat doe nou joh. Zie je? Al die zandweggetjes. Suriname is mooi hoor. Suriname is beautiful country. En kijk, dit is een hele... Ik weet niet wat dit is. Als iemand weet wat dit, waar hier is... Dat ken ik niet. Wat mooi hoor. I've never been here. Oh, look at that. Nice houses. Wow. Amazing. Oops. Keep the blade straight. Sorry for that. Waarschijnlijk. Dus dan komen wij in de river. Wauw. I never knew this village. Look at these big buildings there. What is this? I never saw this before in my life. I never fly here, you know. Oh, look at that beautiful sight. So, laten we richting Marienburg vliegen. We're gonna fly to Marienburg. Okay, that is just fields. Farmer fields. And I think here we as well have a little village. Look at that. Nooit dat hier mensen woonden, joh. En ook die kleur, hè? The color of the water. Microsoft got it right. This is exactly the color of the Suriname River. Here there's a little village. I've never been here. Alkmaar heette het daar zo trouwens, waar ik niet op kon komen. Oh, look at these nice houses. Wow. I even see cars driving there. So how are these cars coming there? How to get here with your car? We don't
have no ferry or so. I will have to see about that. This is amazing. I never knew that. And that is, of course, the Atlantic Ocean. And here you can go to all sides. You can go to the Netherlands. All the other routes, if you go straight like that, you will come in Curaçao. And if you fly that way, you come in Cayenne, French Guiana. Oh, the window is dirty. Look at how it's scratched. Microsoft, how is my window so scratched? It's like a cat has been scratching. Look at all the scratches. Oh my goodness. Okay, and now komen we zeg maar boven Leonsberg. This is Leonsberg, ladies and gentlemen. And here the upper class lives. People with a whole lot of, you know, dinero. They live here. And across the water, you can say you have the not so rich people living. But they are rich in life, you know? I think they live way healthier than, I don't know, just saying something. Just saying that it doesn't matter if you're rich or poor. Here you can see the houses of these guys, huh? The big villages, villas. Look at these houses, man. Some of them are even empty. I made a video. We went driving here. You can see that in my Suriname videos. This is Leonsberg. And here you can take the boat. Oops. Here you can take the boat somewhere here. We should have River Club. River Club. And this is the Anton Drachtenweg. We're driving now. And these buildings are really there, right? These big buildings. And this is Paramaribo. This is where I was born. Look at that, Anton Drachtenweg. Cornelis Jan Pauwstraat. The big hotel. Nog de Rarica zien. En die herken je aan een steigertje. Ik denk dat dat hier zo is, hier. De Rarica. Het is waterkant. Of niet? Ben ik in de war? Even kijken hoor. Een beetje dichterbij vliegen. Zat het een beetje voordat je die bocht maakt. Oh ja hoor. Centrale Markt. Of is dit de Cornelis Jan Pauwstraat pas? Oh ja, ja, hier is Torarica, Torarica. Kijk het zwembad daar, het ronde zwembad van ze. En dit is waterkant.
waterkant ziet er wel een beetje anders uit. En hier moet het, en dit is, ja, dit had wit moeten zijn, hè. Dit is de governor's house. Die is niet helemaal correct gekomen. Ja, nou laat een beetje over dingen vliegen, marktrijden en zo. Marktrijden, Rainfield. Laten we richting Copernicusstraat gaan naar mijn tante's huis. Laten we kijken of ik het kan vinden. Je hebt het stadion, dat is de cultuurtuin, hier zo. Cultuurtuinlaan. En even kijken, de Copernicusstraat, dat moet aan die kant zijn, daar zo. Bij een van deze kanalen. Niet in deze drukte. Prachtig, hè? Al die nieuwe huizen, hoor. Nou, de Copernicusstraat, dat moet ergens hier zo zijn. Even kijken, hoor. Of ben ik te ver doorgevlogen? Ik denk dat ik een beetje te ver ben. Ik moet in een van deze straten. Even kijken hoor. Oh, daar zo ja. Kijk. Daar heb je de Copernicusstraat. Daar heb je precies wat dame. Ze woont precies naast die hele grote silo. Kijk, zie je het kanaal hier zo? We zijn er voorbij. En dan gaan we zo doorvliegen naar Quetta. Dit is de ringweg. En dan komen we uit op de Quattaweg. Hier maakt hij een bocht. En dan gaan we met die bocht mee. Zie je die bocht hier? Precies, precies, hè? Aan een grap, de man zei Mickey. Echte de man Mickey. Ik vind die ook gewoon. Gelukkig heb ik even mijn ma ofzo. Maar ofzo zijn nooit aan over Abi. Hoor die mama. Dat moet er ook. Oké, en dan komen we hier op de Quattaweg. Je moet een Shell pomp zijn ergens op de hoek. Kom look with de Shell. De man is Shell jongen. Dat is pomp. Goed naar Quetta. Zo, dan zijn we boven de Quetta weg. Dit is de Quetta weg. Quetta mensen,
Dit is dat hele nieuwe gebiedje toch? Hier zo. Waar je niet mag filmen. Kijk, nou vlieg ik erover. Zo, even kijken of ik mijn moeders huis kan vinden. Die moet hier ergens zijn. Kijk, daar zo woont ze. Woonde ze. Allemaal berichtjes hier zo binnen. Techno spaar, bla bla bla. Vliegen nou boven kwarta mensen. Die huizen. Taj Mahal. Mooi. Lekker boven Suriname vliegen. Terwijl je in Holland zit. Dat is toch hartstikke leuk. Maar voor zij die deze game willen aanschaffen of deze simulator. Dit is wat je gaat krijgen en het wordt alleen nog maar beter. It will get only better, my Suriname people. So don't worry. Soon you will see your car as well in front of your house. I'm sure you're gonna love that. So yeah, Wanica. Kunnen we je Wanica vliegen? Richting Lelydorp. Prachtige mensen. Kijk hoe mooi Suriname is. En hoe druk bevolkt ook, hè? Er wordt behoorlijk gebouwd. Wat een huizen, zeg hij. Maar Techno Spar KC4. Wow. Wow, beautiful. Achter de vouwgerust staat. We moeten eigenlijk een beetje die kant op als we richting Lelydorp willen. Maar er zijn een heleboel nieuwe gebiedjes bijgekomen die ik eigenlijk niet ken. Dus ik kan u de namen niet precies vertellen, hè? Dus je moet me niet kwalijk nemen. We zijn gewoon lekker een beetje aan het vliegen. Boven Paramaribo. Mijn middagvluchtje. Die deel ik even met jullie. Zodat jullie ook gezellig even het gevoel hebben. Dat jullie weer even in Suriname zijn. Ziet er erg mooi uit. De rice fields. Beautiful. Look at that, mensen.
Kijk naar die schoonheid. En dit is zo'n beetje Lelydorp. En omgeving. Laat me kijken of ik mijn bakkerij kan vinden. Die zit meer naar voren waarschijnlijk. Die in het echt niet eens meer open zijn. Zoals Mungo Airport. Je kan naar Mungo vliegen. Je kan naar Apatina vliegen. Die is wel gewoon open natuurlijk. Je kunt naar Kwamala Samutu vliegen. En naar Pusugrunu en allerlei soorten Jumu. Neem het. Ik heb zelf Raghu Bar Singh vliegveld gezien. Nooit van gehoord, Raghu Bar Singh. Was een hele rijke meneer. Zo, en dan gaan we weer richting Zorg en Hoop. Het was een gezellige vlucht. We gaan nog eventjes hier boven de sportvelden vliegen. Paramaribo by afternoon. Kopenhamenstraat. Daar zo, zie je dat? Vloog we net over. Busy Airport, hè? Daar hadden ze wel nog wat mogen doen, hoor. Don't cry like a baby for me. Slow. This is my hangar. I hope you like. This is my platform. I hijacked it. It's mine. You see, I have my air conditioning. Oh, so nice. So, mensen, dat was het. Ik hoop dat jullie genoten hebben. I hope you enjoyed this flight.
It was very nice. I really enjoyed it. And I'm gonna turn off my magnetos and battery. And get my key out. So that was it. I hope you enjoyed. I hope the video is all right. Filmed with the Samsung S8, and big thumbs up again to Microsoft. And don't forget about Suriname. If you have some updates for Suriname, always welcome. So let me get out of the simulator, out of my plane. Don't forget to close the door.